De gevolgen van het posten van drugs kunnen je voor het leven achtervolgen, zegt politiewoordvoerder Milton Kensmill in gesprek met de nieuwsdienst. Wij spraken de inspecteur naar aanleiding van het negatief advies vanuit het Openbaar Ministerie over het posten van dozen voor derden. Kensmill stelt dat je als individu moet weten wat er in een doos zit alvorens die te posten, ongeacht de band met de eigenaar. Wanneer u zo'n pakket aanbiedt, laten we uitgaan van een situatie, een veiligheidssituatie. Er zijn zaken opgebracht die nimmer geëxporteerd mogen worden. Ja, of die op een bepaalde manier geëxporteerd moeten worden. En je plaatst die spullen terwijl die spullen verboden spullen en voorwerpen zijn. Ja, die ambtenaar die de controle zal uitvoeren en merkt, hey, dat wat jij hier hebt aangeboden, dat is niet correct. Het is verboden. Die ambtenaar daar dus de plicht op om het geheel gelijk aan te geven bij de politie. Kensmill zegt dat mensen niet erbij stilstaan dat de kansen die zij hebben in het leven beperkt worden door één kleine strafbare feit. Het komt eer, ja, bij het aanvragen van een goed gedrag in de toekomst, ja, zal altijd vermeld staan dat je een keertje gevonnis bent geworden voor het willen smokkelen of pogen drugs uit te voeren uit het land. En als je niet oppast, als ben je nog erbij vermeld, deelnemen aan een kleine criminele organisatie. Ja toch? Dat heeft een zwaarder gewicht. Ja. Voor de rest van je leven blijft een dergelijke handelen, of een dergelijke fout die je maakt, zal jou achtervolgen. De inspecteur merkt op dat het niet meer goed komt met een bewijs van goed gedrag voor iemand die een vonnis op zijn naam heeft staan. Dit alleen zou reden moeten zijn om 2 keer na te denken om deel te nemen aan drugssmokkel.